Pest jij wel eens? Nee. Werd u nog gepest? Vroeger, ja. Werden jullie gepest toen jullie klein waren? Helemaal niet. Hebt u wel eens gepest? Ik denk het wel, ja. Dat is iets van nu? Dat is iets van nu. Ik denk wel eigenlijk stiekem een beetje dat pesten van alle tijden is. Pest jij? Nee. Pest jij wel eens? Nee. Hoezo heeft u dat gedaan? Ja, meegaan met de anderen. Word je gepest? Nee. Wat de anderen doen, doe ik het ook. Ja, toch wel. Wat vind je van pesten? Stom. Ja, pesten is niet goed, slecht. Ik vind het heel slecht en het moet gestopt worden. Wat vinden jullie van pesten? Heel slecht. Wat kunnen we tegen doen? Aanpakken. Hoe? Hard aanpakken. Ja, maar hoe? Leerlingen zelf moeten het doorkrijgen. Niet alleen via leraar, want dat werkt gewoon niet. Ja, ik denk meer dat van opvoedkundig perspectief dan dat je een tv-programma erover maakt. Want dat heeft weinig zin voor die kinderen zelf. Wat gaan we tegen doen? Weet niet. Ik weet het niet. Opvoeding doet er ook mee te maken hebben, denk ik. Ouders inschakelen. Ouders vooral inschakelen. En die moeten op hun kinderen letten. Geen oplossing? Nee. Wordt er op jullie school gepest? Ja. Wat kunnen we tegen doen? Ja, iets van zeggen, maar dat durven heel veel mensen niet. Ik zelf ook niet hoor. Zie je wel eens mensen op jullie scholen gepest worden? Ja, maar daar wordt wel wat aan gedaan. Allemaal aanpakken. Gezichten laten zien. Maar het zijn maar kinderen, wat weten zij nou? Natuurlijk niet. 14, 15, 16-jarige kinderen. Die weten heel goed dat ze niet moeten pesten.